Daar gaan we het zo direct over hebben. Maar vlak voor het nieuws hadden wij het ook even over uh, een aantal mensen uh, beoogd: bewindspersonen. die bijzonder zijn, al was het maar door hun achtergrond. En daar wil ik er nog twee eigenlijk van doornemen. Uh, de afgelopen dagen zag je dat er veel discussie kwam. eigenlijk over twee personen: Dilan Jeziukens. Zij is uh, niet-jurist. Zij wordt de minister van Justitie en Veiligheid. En we hebben natuurlijk uh, Sigrid Kaag, de D66-leider, die uh, is geen econoom, maar wordt de minister van Financiën. Um, meneer begrecht, laat ik bij u beginnen. Dylan Jasilkes, je bent geen jurist en je komt dan het ministerie binnen met allemaal topjuristen. Wat doet dat met je gezag? Of hebben we hier weer te maken met die frisheid die haar? Misschien ten positieve. Ja, ik, ik vond het wel verrassend. Overigens ook Frank Weerwinter, deze er ja. die voor rechtsbescherming minister wordt, volgens mij bestuurskundige. Dus. De huidige burgemeester van Almere? Ja, um, ja ik. ik. Ik, ik weet niet of het een belemmering is. Uh, het, uh, uiteindelijk, het, het, we komen zo bij Kaag gaat het erom: niet of je het allemaal zelf kan narekenen en of je het zelf in het wetboek kan opzoeken, maar wat je ermee doet. En uh, ik vind dus is een, is een is een top politica. Dus die is heel goed in staat om de essentie uit wat ze dadelijk moet gaan doen... te halen en dat weer te vertalen naar de maatschappij ja. of terug de politiek in. Daar, dat is je taak. Het is niet je taak om het werk van al die honderden <laughs> mensen... duizenden mensen die voor je aan het werk zijn, om dat nog eens, dat eens over te maar doen. Maar als er allerlei ingewikkelde juridische zaken op tafel liggen... en die ambtenaren die kijken jou als minister aan... en weten eigenlijk dat jij niet de essentie van een juridisch doorvrocht stuk... tot je kan nemen, lijkt me dat wel een probleem. Ja, maar dan. Goede ambtenaren adviseren een minister zo. dat die essentie er echt wel uitkomt. Nogmaals, je hoeft die wet niet zelf te schrijven. Uh, en ik denk, Maan, ze is al jaren. volgens mij is ze in de Amsterdamse gemeenteraad veiligheid. Uh, als woordvoerder gehad. Doet ze het nu al jaren. Uh, in, in de Kamer. en nu is ze minister. Dus ze is ervaren als minister. Ik denk dat het wel overkomelijk is. Ja. Meneer Boslap? Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik heb ooit een minister gehad. die. Uh... In het weekend, een heel weekend, een nota van een van mijn directeuren, een hele knappe econoom, doorrekenen. En maandag zitten wij bij hem. En uh, hij zegt: Ik kom ergens anders uit, zegt hij tegen ons. Uh, en die econoom die zegt: Ja, maar op pagina 1, daar ga je al de fout in. En dus is de hele som verder fout. Dus het is precies wat Alexander net zegt. Je bent er niet voor om het werk van de ambtenaar over te doen. Je bent politiek bestuurder. Nee, je hoeft het niet over te doen, maar als jij moet wel ontzettend goed kunnen... doorkijken en de essentie ja. pakken van wat je in feite geadviseerd wordt. Ja. En als je geen jurist bent, ja. lijkt me dat ingewikkeld. Ik zou beginnen uh, in... De situatie van Dilan en ook van Sigrid Kaag... hoewel je het niet meer hoeft te zeggen... van luister jongens, dit denk ik dat ik kan... maar dit kan ik bewust niet. En heb ik echt juristeun nodig. Dus wil zo adviseren dat je dat gat bij mij opvult. Geef volledig je kwetsbaarheid op dat punt toe. Ja, het is te gek voor woorden als, dat, als je dat niet zou kunnen. Dan gaat dat hele departement... gaat daarna richten. En die zal die uh, ingewikkelde technische juridische dingen opnemen. En zij zal vervolgens de politieke afweging maken. Dus ik zie dat ook. Sigrid Geen Kaag doen. probleem. Okay. Het, is wel, nou ja, het is wel bijzonder. Het is bijzonder, maar het kan ook heel verrassend zijn. Je kan ontzettend okay. groeien in een vak. Ik weet nog, Lubbers was fractievoorzitter, een heel ander verhaal, maar even als voorbeeld. Van de CDA-fractie in de jaren. De Eind jaren 70, begin 80. En iedereen, en toen werd hij, want Jan de Koning wou geen premier worden. En die zei: Ruud, jij moet het doen. En iedereen dacht: Maar hemel, wat krijgen we nou? Want dat fractievoorzitterschap was, was heel ingewikkeld. En het ja. ging alle kanten op. Nou, het is werkelijk een van onze beste minister-presidenten geweest. Dus gun iemand uh, het, uh, het vertrouwen en laat hem groeien. Het gaat erom om of je de affiniteit mee hebt. Hè? Ja. Je, je, je kan ook directeur van een ziekenhuis zijn. zonder dat je ja. zelf een operatie. Ja. of een spuit kan ja. zetten. Ja. Maar je moet wel affiniteit ermee hebben. En, en je ja. ja, die, die ademt volgens mij. een en al in. Ja. Ik ben het niet altijd met er eens hoor. Even voor nee, nee, de duidelijkheid. Niet, nee, maar... Ik vind er wat aan de rechterflank. Maar nee, ik, ik, ik vind wel iemand die ja, gedreven ja, over die onderwerpen kan praten. Maar. Dat heb je meer nodig. Ja. dan misschien zelfs iemand die heel erg diep in de materie ja. zit. en daardoor niet meer datgene wat mensen die thuis naar het journaal ja. zitten te kijken willen horen ja. van jouw